doop was super emotioneel. En als ik binnenkom, zeg ik altijd, hey pa. De bezieler van de Gentse feesten op de Korenmarkt, Elie de Rijk, is vereeuwigd als reus. Hij miste geen enkele editie van de Gentse feesten van 1970 tot zijn overlijden in 2017. En nu staat hij hier in de Sint-Niklaaskerk samen met andere bekende reuzen. Ik zit al jaren bezig met het idee van de reuzen moeten terug een beeld krijgen in de stad. Dat is zo echt wat verdrongen geweest. En ik dacht van, we gaan gewoon de reuzen naar hier halen. Toen kwam Jan-José van Trefpunt, die zei, zouden we geen reus van Walter de Buk maken? Dan dacht ik, ja, mijn pa is eigenlijk ook wel van in het begin erbij. Doen we ook. En hij staat er en Walter de Buk is er nog niet. Dus ik ben wel fier dat we dat konden doen. Als kinderen komen, die staan daar zo echt bewonderingsvol naar te kijken. Dat is iets dat leeft. Dus ik vind echt waar, we moeten dat meer, we moeten fier zijn op wat dat we hebben. En die moeten meer buiten komen. En onze droom is van een reuzenbal te organiseren ergens op een groot plein. Dat we reuzen kunnen uitnodigen, dat reuzen kunnen dansen. Dat dat toch iets is dat we terug in leven kunnen brengen. De reuzen moeten gigantisch lijken voor de kleine bezoekertjes van het Klein Festijn. Samen met het Puppet Buskers Festival brengen ze theater voor de allerkleinste. We vonden dat eigenlijk heel leuk om tussen al deze gigantische reuzen die de Korenmarkt en Tineke de Rijk naar hier gehaald heeft, om daar dus eigenlijk net zo heel intiem met zo kleine slakjes eigenlijk een voorstelling te laten spelen voor de allerkleinste, de kindjes van vanaf 2 jaar. Eddie en Eduard zijn allebei heel verschillend, want zoals je ziet, Eddie heeft geen huisje. Maar Eduard heeft wel een huisje. En op een dag ontmoeten ze elkaar en dan zien ze dat ze anders zijn. En op een dag beslissen ze om samen te gaan wonen in het huisje van Eduard en leven ze nog lang en gelukkig. Dat is leuk dat er ook iets is voor kinderen vanaf 2 jaar. Ja, dat vind ik wel. Ja. Mijn kleinste is juist 2 en die reageerde wel vrolijk. Ze begon zo te juichen en te reageren en te praten erop. Dus, en mijn oudste is 7 en zelfs zij vond het nog heel mooi. Dus, en ik vond het ook super mooi. Het is echt heel mooi gemaakt. Geen Gentse feesten zonder de vele artiesten in de zalen. In Theater Scala kan je elk jaar wel enkele voorstellingen meepikken, de ene al wat ondeugender dan de andere, zoals Cabardouche over het fameuze glazen straatje. Brigitte is eigenlijk een prostituee, een raamprostituee, die wil stoppen uit de wereld om meer terug voor haar dochter te gaan beginnen zorgen. En dan gebeurt er natuurlijk van alles. Merci, 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 merci. Ja, dat is zoveel op dat geval. Een zeer mooi stuk, zeer tragisch-komisch, maar... In de Gentse feesten toch wel de nadruk een beetje leggen op het komisch aspect, want de mensen verwachten dat wel, maar zonder ook het tragisch en die mooie momenten uit de weg te gaan. Ik heb ze ook mooi ingelaten. Zeg wat ik met business moet doen. Business is business als bullshit. Je zit hier niet in de middeleeuwen, hè. Dat is een mens van vlees en bloed achter mij. Ga, zijn een wieke mossel geworden, Brigitte. Weet je dat? Doet u denken aan het echte glazen straatje? Dat is wel een strikvraag, hè? Ik had er zelf al niet veel geweest, maar misschien... Misschien een keer aan uw man vragen. Ja, vrouw, dat moet ik hier. Hè. Ja, ja, ja. Mijn jongen hebben we gepasseerd. Dat moet passeren, hè. Ik ga bekijken, hè. Ah, ja. Dat is genoeg.
Nog nooit geweest eigenlijk. Maar misschien wel. Ja. Het kan wel. Mocht ik ooit straight worden, misschien dat ik er ooit naartoe ga. Maar ja. Ik zou het niet weten, maar ik ben er nooit geweest. Ik ken wel iemand die er ooit aan frieten geweest is, maar die heeft er nooit gevonden, die frieten. Dus nee, ik zou het niet weten, ik ben er ooit geweest. Kun je het me alsjeblieft vergeven? Anders gaat dat hier gewoon op mijn maag blijven liggen. Ja? Scala is een jaarlijkse traditie. Ja. Dicht tegen het publiek, dicht tegen het toneel, ik vind dat ook wel mooi. Zo, je hebt de interactie met de acteurs en de dingen. Ja. En het Gent dat Gent. Bij de Gentse feest, Noord Theater, een biertje, een beetje ambiance. En daarna gaan we nog een keer op stap. Hè. Alle avonden zijn per genre georganiseerd. Dit vanavond is wel harde gitaren. We hebben al een avond gehad met jazz, een avond gehad met disco, een avond gehad met hip-hop en met DJ's. Dus elke avond is verschillend. En het Alles Kan podium volgt de stijl van het hoofdpodium. Op Boomtown kan je heel wat bekende groepen aan het werk zien, maar aan de andere kant van de counter staat het Alles Kan podium. Alles Kan geeft jonge bands de kans om voor de eerste keer op te treden voor een groot publiek. De programmatie van gisteren was in handen van Go Boom. Go Boom is een feministisch en queer collectief uit het Gentse en wij willen eigenlijk meer vrouwen en non-binaire personen op het podium zien. Waar we heel trots op zijn, is een band van vrijwilligers van Go Boom, de Platypussies, die zodra gaan optreden hier op Boomtown. Voor de eerste keer op zo'n groot podium. Wij vinden representatie heel belangrijk. Dat gaat in de muziek zo, maar dat is ook zo voor andere beroepen. Hoe meer dat je iemand ziet die op jou lijkt, dat geldt ook zo voor personen van kleur, hoe meer dat jij denkt dat je dat ook kan. En dat willen wij meegeven. We doen al een aantal jaren met Alles Kan samenwerken. We hebben dat ook vorig jaar gedaan. En we zien dat een aantal artiesten doorgroeien van dat klein podium naar het hoofdpodium. Zoals Meltheads bijvoorbeeld, die vanavond spelen. Die stonden vorig jaar op Alles Kan. Dus voor ons is dat een beetje een doorgroeipodium voor nieuw talent. Om later wat groter en bekender te worden. Wie niet op tijd was, kon er niet meer bij op de Korenmarkt. En dat allemaal voor de hype van het jaar, Pommelien Thijs. Waarom ben jij Pommelien zo leuk? Omdat ze super mooi kan zingen en ja. Het is gewoon superleuk. Gewoon, ze is haar zelf. Ze laat zoveel aantonen. Ook wat er momenteel allemaal aan het gebeuren is. Daarom is dat bij mij zilver ook. Het is altijd zichzelf. De outfits zijn wel altijd on point, om zo te zeggen. Ja, ze maakt ze vaak zelf. Dus ja, dat is ook wel altijd een kunstwerk op zich om naar te kijken tijdens de show nog. We hebben eigenlijk al elke avond heel veel volk gehad. En nu vanavond is dat natuurlijk een toppen. Ik ben echt blij dat er hier mensen die van vanmorgen al zitten te wachten. En wat ik leuk vind is mensen die het niet kunnen betalen, dat die toch de kans krijgen om deze optredens live te zien. En ik vind het trots dat je vanavond hier op de Gentse feesten al mag spelen. Iets te ver, maar het was nog steeds fantastisch. We hebben daar een dikke party van gemaakt. Er waren echt veel mensen die daar, echt veel Karens en mannelijke Karens. Ze keken naar ons alsof wij gek waren. Maar niemand wilde een dikke party aan het maken. Het was echt super. En wanneer Mo kwam, Pommelien, het was amazing. Echt waar. Ja, wij gingen bijna huilen.
Van heel ver te zien, maar ik vond het concert echt goed en ik heb deze tekening van haar gemaakt en ik zou heel graag naar haar willen geven. Maar ja, er is geen grote kans om haar te geven misschien, ik weet niet. Mijn zoon vond het fantastisch om Pommelien te mogen zien live. Ja. Zijn je een beetje verliefd op Pommelien? Nee. Hij had een klein hartje om Pommelien te zien. En zo gillen we een einde aan dag 4 van de Gentse feesten. Morgen zijn we er weer. Veel plezier en... Ik wens je een großartiges Gentse feesten. Veel spaß. Dank je. Tschüss.